Ik voelde me een seksueel vrije vrouw en alles. En ik, en ik besefte mij, ik heb echt ook gefaciliteerd. Dat heeft niks met heiligheid te maken, dat heeft met pornografische fixatie te maken. Hmm. Wat we natuurlijk in deze tijd doen, is van sluier 1 naar sluier 6. Of sluier 6. Ja. Want we seks, dus, 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 Sluier 6 is penetratie. De seks op de eerste date verpest alles? Nagenoeg 100% kans dat het mislukt. Zeg ik dan, ik wil de zeven sluiers doen, ja, zo dat, dat spreek je uit. Echt, als een man denkt, dit is er, dan wacht hij. Want een man is anders opgevoed, maar in diepdaam wil een man ook zich hechten aan een vrouw. Mensen zijn niet veilig. En veiligheid heeft alles te maken met uh, het, het kunnen begrenzen van je, van je hormonen, van je seksualiteit. Dus, dus dit je draagt zeven jaar lang de informatie en DNA mee van... De mannen met wie je gemeenschap hebt gehad. Dus als een man dat zegt, kun je je afvragen of hij jouw man is. Only in the darkness did I find my light. Engage my lower en my higher. While I'm in between the fight of wrong en right. Roleplaying in the parade of nature. While stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are. In the same world that takes and gives. Where everybody dies. But not everybody lives. Yes, trauma and stress. But also our greatest powers lie suppressed. In feared shadows. Just craving to be expressed. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Wijsdom. Mijn naam is Senna Orshi. En vandaag zit naast mij Esmeralda. Hi. 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 <laughs> Fijn dat je er bent. Je hebt mij um, een paar weken geleden een uh, boek opgestuurd. Eigenlijk twee boeken. Je ja. bent schrijfster. Uh, althans, dat is een van je rollen. Uh, je doet eigenlijk best wel veel in het leven. Misschien kan je ons even wat meer vertellen erover. Nou, in de basis, uh, nadat ik zeg maar, mijn normale leven heb opgegeven van studeren, carrière, ben ik me bezig gaan houden met bewustzijnsontwikkeling en richt ik me op vrouwen. En in dat werk uh, doe ik een aantal dingen. Ik werk veel met plantmedicijnen. Ik doe coaching. Ik doe ook systemisch werk. Ik ga. Met vrouwen naar de woestijn, omdat de woestijn ook een prachtige plek is om dat werk te doen. En uh, het is ook ontstaan dat ik, uh, dat ik mijn eigen leven op mocht tekenen in uh, twee boeken nu. En ik weet dat er nog een derde boek komt. En het thema waar ik mee werk is feitelijk liefde. Liefde, ja. Dat is een groot onderwerp. Ja, <laughs> heel belangrijk ook. Ja. ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Uh, voordat we verder gaan, mocht ze nog niet geabonneerd hebben, doe dat dan even. Rechts onderaan dit schermpje zie je een knopje met abonneer. Dus doe dat even, want ik merk dat heel veel mensen uh, wel terugkomen om te kijken, maar nog niet geabonneerd zijn. Dus verzoek um, je aan de kijkers of de luisteraars. Thema liefde, het onderwerp liefde. Wat, wat, wat betekent dat voor jou? Nou ja, in eerste instantie helemaal niet zoveel, want ik was gewoon een normale vrouw die gewoon een normaal leven leidde en um, helemaal niet zo met liefde bezig was, ook niet met spiritualiteit, bewustzijnsontwikkeling. was echt een uh, tot, uh, nou ja, zeg uh, eind 30 een hele ver van mijn bed show waarbij ik achteraf terug, als ik terugkijk, wel en ik heb een veilige hecht, veilige jeugd gehad, veilige basis. Ik heb me ook op een bepaalde manier ook heel natuurlijk kunnen ontwikkelen. Uh, en achteraf, dus ook veel liefde uh, gehad in mijn leven. Um, maar in 2008, ik denk dat toen las ik voor het eerst Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle. En toen had ik een soort epiphany, dat ik dacht: oh, maar je kunt gewoon kiezen tussen liefde en angst. Dat is, dat is wat er is. Het, is. het is een keuze tussen het een of het ander. En Eckhart Tolle heeft het dan over het ego. Wat altijd voortkomt uit angst. En het zijn, zeg maar. Zoals hij dat dan zegt met een hoofdletter. Ja, ergens zegt hij in het boek. Ja, als je het dan terug moet brengen tot wat het dan is. dan is het liefde. Mm -hmm. En vanaf 2008 ben ik, ben ik daarmee. dat is, heeft me gewoon niet meer losgelaten. Ik ben anders naar de wereld gaan kijken. ben anders naar mezelf gaan kijken. En ik kwam iedere keer terug op. Oké, okay, je kunt dus gewoon kiezen. Het is angst of liefde? Angst of liefde. En daarmee. He, dus jij zegt dat het een heel groot begrip en dat is het ook. Maar het werd voor mij eigenlijk daardoor heel eenvoudig. Dat ik dacht: Oh. En ik kon ook zien dat door, door de wijsheid van Eckhart Tolle dat dat ego uh, gewoon niet goed of fout is, maar gewoon het onbewuste deel van ons. Dus, dus waar ik zeg maar voor die tijd misoordeel herzelf was. <laughs> en echt al op ben gegroeid ook in een, in een wereld waar best wel oordelend uh, geoordeeld werd over anderen en waarin wij uh, onszelf echt beter voelden dan anderen. Ja. Uh, dus daar kwam ik een beetje vandaan. En, en toen ik dat, dus, dat boek las, dacht ik: oh ja, maar dat oordeel is gewoon mijn ego. En dat is ook niet goed of fout, het is gewoon onbewust. Dus ik ben bewustzijn gaan zetten op mijn eigen ego. Ik keek om me heen. Ja, kijk, ja, je doet je ogen open en je ziet opeens een, een hele onbewuste wereld. En, ik heb er toen voor gekozen van, ja, ik wil gewoon die bewuste vrouw worden. En dat betekent dat ik moet gaan kiezen voor liefde. En toen ben ik dat in mijn, hè, 2008 en in 2010, heb ik zeg maar mijn hele carrière aan de beel gehangen. En toen ben ik gaan werken met het thema liefde. En als ik het dan moet vertalen, dan zeg ik, liefde betekent trouw zijn aan jezelf. Of trouw worden aan wie je in wezen bent, zeg maar. Dus ja, dan maak ik het volgens mij ook weer redelijk concreet en praktisch... Vertrouwen worden aan jezelf. Maar ik kan me ook voorstellen vertrouwen in jezelf. Want als je ja. je carrière opgeeft en alles opgeeft... en nog niet weet waar je naartoe beweegt... dan moet je ook wel een, een level van vertrouwen hebben. Ja, zeker. Klopt. Ja, nou dat had ik. Vanwege vermoedelijk die veilige hechting. Ik heb uh, gelukkig altijd een soort onderstroom van vertrouwen gehad. En die is de afgelopen nou ja, de laatste paar jaar valt het al mee. Maar de eerste tien jaar toen ik, toen ik vanaf 2010... Sloot van nou, ik ga echt. Ik, ik zeg mijn carrière op en ik ga echt iets anders doen. Uh, daar ben ik echt op de proef gesteld en ben ik keer op keer teruggevallen op dat diepe vertrouwen dat ik de, 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 op de goede weg was. Mm -hmm. ja. Ja. Want wat, wat zijn bijvoorbeeld hobbeltjes die je tegenkwam op de weg? Nou, ik kwam heel veel hobbels tegen. Ik kwam uh, het oordeel van uh, familie en vrienden tegen. Van uh, wat gaat zij nou doen? Mijn ouders vonden dit echt heel lastig. Uh, zeker mijn moeder, die echt nog wel behoorlijk. Uh, zeg maar, toen, toen ik en mijn broertjes. We hebben drie kinderen en mijn broertje en ik studeerden tegelijk. En dat kost. Mijn ouders hebben dat voor een groot deel betaald. Dus mijn moeder heeft er echt wel wat voor in moeten leveren. En die vonden het echt wel lastig dat ik uh, mijn fantastische carrière. Ik had een fantastische carrière. Wat ik... deed je? Ik was manager bij IKEA op dat moment. En ik was opgeleid om winkelmanager te worden bij IKEA. En IKEA is, vond ik een fantastisch bedrijf. Um, en ik was klaar om, een, om store manager bij IKEA te worden. En, uh, en toen heb ik, want dat is wel interessant om te vertellen, ik heb toen ook echt een, ik noem dat toch maar, echt een openbaringservaring gehad. Uh, eigenlijk tot twee keer. In 2008, eind 2008, begin 2010. En dat waren ervaringen waarin ik overvallen werd door iets groter dan ikzelf. Um, waarin er eigenlijk geen keus meer was en mij vertelde: en de boter was eigenlijk twee keer hetzelfde, Esmeralda, je hebt jouw eigen weg te gaan. Dus ik ben één keer uit mijn huwelijk gestapt na dat moment en één keer uit mijn baan gestapt. Bij Ikea was dat. En um, nou ja, dat, werd, dat vonden mensen dus moeilijk. Familie. En wist je dan ook al wel wat jouw weg was? Nee, ik had, er was een soort, echt bizar, een soort diep vertrouwen dat het allemaal goed zou komen. En ik heb ook altijd gedacht, ik ga er heel veel geld mee verdienen. En dat hmm. gebeurde niet in eerste instantie. Dat gebeurde de eerste tien jaar niet. Dus een ander obstakel is geweest van ja, geld. Van, oh ja, maar, hè, dus weten dat je er geld mee kan verdienen. We voelen dat het de bedoeling is. Maar het geld kwam niet. Ja, ja. Durf je dan te blijven? blijf staan. Ja, of ga je terug naar, oh ik neem wel weer een baantje ergens. En, uh, ik ja, en ik, ik heb echt zo'n moment gehad dat ik, dat ik wist dat het financieel echt niet goed was en ik durfde dus niet op mijn bankrekening te kijken, totdat ik dat op een dag deed en toen zag ik hoe dramatisch het was. Wat er toen gebeurde letterlijk is dat ik een soort van instortte in tranen en heel hard gehuild heb, maar wat ik wat ik heb ervaren dat toen ik eenmaal die tranen eruit waren dat er ruimte ontstond om creatief te zijn en toen dacht ik ja maar ik voel toch dat ik dit heb te doen ik ga tien mensen een lening vragen tienduizend euro lenen ik ga tien mensen om duizend euro vragen op dat moment twee weken daarvoor dat is natuurlijk ook niet allemaal toeval werd mij ook een antikraakwoning aangeboden dus ik rekende uit ik denk nou als ik antikraak woon ik heb geen kosten en ik heb tienduizend euro dan kan ik dit jaar door nou dus ik ben gaan bellen. Ik heb zes mensen gebeld. Die zeiden allemaal ja. Maar ik heb dat geld nooit hoeven lenen. En daarna is het, is het gaan stromen. En ik heb daarna nog best wel heel vaak... eigenlijk ja, werd je getest. Ik werd enorm... Heel... Oh, getest. Ik ben heel vaak getest. En ik heb dat, ik heb dat echt als een test ervaren. Van oké, okay, durf je te blijven bij je droom? Durf ja. je te blijven bij wat de bedoeling is? Waarvan je voelt van binnenuit ja. dat, dat je dat hebt te doen. Ja. Mooi. Ja. Ik las in jouw boek een stukje over de zeven sluiers. Ja. En, nou ja, misschien kun je eerst even vertellen wat dat is. De zeven sluiers. Op het moment dat ik begin met schrijven heb ik nog geen partner, maar wel een groot verlangen naar liefde, ware liefde. Ik, ik voelde dat dat bestond. Ik had altijd, ik heb altijd gedacht, ja, het moet bestaan dat er een man of afhankelijk ja, van je geaardheid, maar voor mij dan een man is die, die mijn ware liefde kan zijn. Daar zit ik nu op dit moment in. Nou, ik voel dat het er is. Ik weet dat het daar ergens is, maar ik zie het nog niet. Nee, maar lieve Senna, dan heb je één ding te doen: is blijf vertrouwen dat dat zo is. Want ik, ik ken dat zo dat, ik, dat je voelt dat het de bedoeling is, dat het gaat komen. Ja. En dan vraagt het om vertrouwen en het vraagt ook om. Uh, ja, ik, ik zeg wel eens, uh, ik heb ooit een gedicht gelezen als de liefde van Camille. Uh, Kaliuki Bran is dat, uit de profeet. De eerste zin is, als de liefde je wenkt, volg haar dan. En die nee. zin, ik zal je dat, dat, die tekst aan je geven, maar die zin heeft mij altijd het vertrouwen gegeven. Oké, okay, als de liefde me wenkt, dan moet, ik er, nou ja, dan moet ik er gewoon vol voor gaan. Met het risico dat het dus niet die ware liefde is. Dus ik ben daarna echt nog verschillende keren... Nou ja, noem het op je bek gaan. Hè? Dat je denkt, oh, dit is het. En, ja. nou, en dat ook tegen de hele wereld verkondigt. Ja. En, niet en, en gelukkig kon ik op het moment dat ik het voelde, omdat ik zo wist dat het, dat het andere bestaat of zou bestaan, kon ik op het moment dat ik wist dat het niet de ware liefde was, kon ik ermee stoppen. Dus dat heb ik een aantal keer gedaan. En ik heb in die periode van die relaties, die dus allemaal niet, die waren bleken te zijn ben ik ook een beetje gestopt met zoeken. Dus ik zag van... weet je, als het, komt, als het de bedoeling is... titel dan van mijn eerste het boek... Ja. dan komt het wel. Dan moet ik terug in dat vertrouwen. En ik hoorde in 2015... een podcast van... Reinoud Eleveld, touwentrainer. En die, die had het over de zeefsluiers. sluiers. En, en die zei... Iets van een zinnetje, als je gelooft in ware liefde, dan kan ik je maar één ding aanraden. Ga dan niet meteen de eerste avond met iemand naar bed of zoen niet meteen. Dat was ongeveer een beetje wat ik hoorde. Niet meteen zoenen en niet meteen met elkaar naar bed. Nou, toen dacht ik wel zelf, nou, daar heb ik wel, kan ik nog wel iets van leren. Dat was 2015 en ik had er eigenlijk met mezelf afgesproken van dit, uh, dit is wat ik ga doen. Als die man komt, dan... No way, ik geef de zeefsluiers. En ik wist niet meer dan dit. Dus het was een soort klok- en klepelverhaal. Nou. En toen ontmoette ik uh, een man. En uh, ja, en aan de buitenkant helemaal mijn type niet, waarvan ik echt dacht, nou. En wij, wij hadden elkaar al eerder ontmoet op een, in een zweethut en hij was gewoon getrouwd. En een half jaar later, toen bleek hij gescheiden te zijn, toen kwam hij bij mij langs, maar ik had helemaal nog niet gedacht, dat is de man met wie ik de Zeef sluis kan doen. Maar we spraken wel met elkaar over relaties. Dus gewoon als vrienden hadden wij gesprek over ons verlangen naar een partner. En nou, ik had, vertelde mijn verlangen naar een partner en dat ik heel graag de Zeef sluis wilde doen. En uh, die Eerste avond, we hebben, Ik heb met hem wel gezoend, want ik dacht, nou, het geldt dus bij hem niet, want hij is niet een. Even voor de mensen die nu de hele tijd zeven sluiers, zeven oh, sluiers, zeven sluiers horen. Misschien kunnen we het heel even uitleggen voordat we terug naar de zeven sluiers. Ja, even in een paar woorden. Nou, dat je in stapjes de ontdekkingsreis naar intimiteit en seksualiteit doet, en dat zijn dan zeven stappen, dus zeven lagen, zeven sluiers. Dus je leert elkaar kennen door middel van die stappen. Dus je Spreekt af. We gaan stapsgewijs elkaar ontmoeten. En dan, dat zijn een soort kadertjes en een soort grenzen. Dus dat wist ik ervan. En één grens is dat je niet meteen zoomt. En één grens is dat je niet meteen met elkaar naar bed gaat. Maar ja, dat zijn dan twee stapjes, en blijkt dan niet met elkaar naar bed gaan. Dat ja. is pas de laatste stap. Dus dat was wat ik ervan had opgelegd. Het is dus eigenlijk een soort van stappenplan om in intimiteit en in goede verbinding naar elkaar te groeien. Ja. Oké, okay, zometeen meer. Ja, zometeen meer. En toen snapte ik nog helemaal niet wat de echte kracht was. Nu weet ik daar meer van, gelukkig. Maar op dat moment had ik het idee van, nou, dat wil ik doen. En ik vertelde dat dus ook tegen, uh, tegen André, die dan uh, voor mij geen partner was. Maar ik vertelde wel naar dat, dat verlangen. En ik kreeg signalen. Dus ik dacht niet van, hij is het. Maar ik kreeg wel signalen, schrijf hem nou niet meteen af. En hij appte mij na die eerste ontmoeting van, ik wil graag met jou de dus zeef doen. En toen had hij zich dus verdiept in die, al die stappen. Er was toen de tijd één artikel beschikbaar. Dat had hij opgezocht. En hij had zich daarin verdiept en hij zei, dat wil ik graag doen. En toen, mijn hoofd dacht nee. Want mijn ogen zeiden ook, nee, dit kan hem niet zijn. Hij ziet er niet uit als de man op wie ik zou vallen. Alles behalve... Maar dat heb ik wel geleerd van, van ware liefde. Ware liefde komt vaak in een ander plaatje dan ons hoofd ons bedenkt. Dus die notie had ik wel. Dus ik had ja. daar wel enige notie van. Dan denk ik, ja, maar toch die ogen en mijn hoofd vonden er wel wat van. Want het oog wil ook wat. Het oog wil ook wat. Nou, is dus het een hartstikke leuke man, maar het was gewoon niet mijn type. Um, maar ik kreeg signalen. Dat is dan wat er gebeurt. En dat omdat ik al een aantal jaar uh, zeven jaar op dat bewustzijnsontwikkelingspad liep, uh, was ik bekend met fenomenen als synchroniciteit en dat dingen niet voor niks gebeuren en dat dingen gebeuren. Ik denk, ah, kan geen toeval zijn. En, uh, dus ik was, ik, ja, de signalen, ik heb ooit, mijn allereerste spirituele boekje was van uh, Paolo Coelho, de alchemist. En de zin Zoek de schat en let op de tekens, die heb ik daaruit gehaald. Mm. En dat is eigenlijk de schat van het leven, dat begreep ik. In de eerste instantie snapte ik er helemaal niks van. Dat begreep ik pas aan het eind. Dus ik ben door de jaren heen op de tekens gaan letten. Nou, en ik kreeg hele duidelijke signalen. En toen dacht ik, oké, okay, wat kan mij dan gebeuren? Sluier 1 is namelijk je hand vasthouden en elkaars gezicht aanraken. Ik denk, nou, sluier 2 is bij mij spreken een kusje. En zoenen is überhaupt pas in de derde of vierde sluier. En seksualiteit komt pas aan de orde in de vijfde sluier. Dus, nou, en zijn voorstel was één sluier per maand. Dus ik... Ik heb even gerekend. Ik denk, nou, de eerste twee maanden hoef ik helemaal niks. Dus hoe fijn is dat? En uh, ja, nou ja, we hebben dus ja gezegd. En uh, dit proces uh, doorlopen. En uh, dat ook niet altijd makkelijk gehad hoor. Want in de vijfde sluier omkwaam, kwamen er echt wel wat moeilijke dingen. Maar toen we daar eenmaal doorheen waren na zeven maanden, wist ik wel 100% zeker: van dit is, echt, dit is echt die ware liefde. Waar ik zo op gewacht heb. Die zo belangrijk voor mij gaat worden. En nu zijn we zeven jaar verder. We gaan dus. Al die zevens, hè? Al die zevens. zevens, ja. We zevens, we gaan, zevens. Dat is voor ons ook een belangrijk getal. We gaan ja. volgend jaar, of dit jaar trouwen. Ja. En dan denk ik, Senna... wacht op die ware liefde. Want dat is het echt waard. Dat maar is, is, het, is waard. hij de ware liefde omdat hij dat is? Of is hij de ware liefde omdat jullie de zeven sluiers hebben gedaan? Nee. Het eerste. Hij is het gewoon. Hij is het. En het proces van de Zeefsluis heeft ons geholpen. En dat, dat is de kracht van de sluis. en ook de essentie van de Zeefsluis. Is feitelijk om te vertragen. Daar gaat het over. En door de vertraging bouw je een hechting op. Ja, dus eigenlijk om veilig te hechten aan elkaar? Het is een veilige hechting. Dus je maakt door de vertraging en niet overal in te schieten. Ga je eerst werken aan de hartverbinding. Dat noemen we hechting. En vanuit die hartverbinding voel je. Ontstaat er veiligheid. En dat, die veiligheid ontstaat ook vanwege die hekjes bij al die sluiers. He, je maakt afspraken. Dus we gaan niet verder dan dit. En dat maakt dat je een veilig speelveld creëert. Waarin je mag ontdekken. En als je klaar bent om naar het volgende speelveld te gaan, dan zeg je daar samen ja tegen. Dus dat heeft alles met veiligheid te maken. Ja. En als dan eenmaal die hartverbinding er is en je voelt je veilig, dan kan je ook in de volledige overgave komen. Dan kan je seksueel helemaal open zitten er wellicht ook nog allerlei beschadigingen. Maar dat is feitelijk het hele idee van de safe ja, Want ik kan ja. me voorstellen dat mensen misschien ook wel eens eerdere een ontmoetingen hebben gehad. Met iemand die heel goed zou kunnen passen. Maar doordat je misschien gewoon niet op de juiste manier aan elkaar hecht. En de tijd neemt om elkaar echt te leren kennen. En stevig met elkaar te verbinden. Dat het gewoon misloopt. Klopt. Want veilig hechten is natuurlijk een best ingewikkeld proces. Nou ja, ja. Als je je realiseert dat 50%, volgens mij zijn de statistieken een verschillend, maar 50% van de mensen is vanuit de jeugd niet veilig gehecht. Ja. Nou, ga, er, ga dan maar eens veilig hechten met die partner. Ja, en ja, 40% ja. eindigt op een scheiding. Ja. ja. En ja, dus het helpt om, om dat proces te doen. En als je snel in die seksualiteit gaat, dan sla je dat gewoon allemaal over. En we denken ook vaak, dat was mijn gedachte ook. Als de seks dan maar goed is, dan yeah. is het goed. Ik heb eerder een relatie gehad, Senna, en dat was wel de, de relatie waarvan ik wel voelde, oh maar hier zit wel een hele diepe liefde in, fantastische seksualiteit, echt mindblowing. Maar toen ik eenmaal ontdekte, ja maar deze man is totaal niet beschikbaar voor mij emotioneel en eh, voor het pad dat ik ga, dacht ik, ja dit heeft gewoon geen zin. En het lijkt wel bij André alsof het precies Omgekeerd gaat. Dus dat we de seksualiteit eigenlijk het laatste stuk is. En wij zijn nu zeven jaar verder. We, zijn over, we zitten nog een keer in de sluiers op dit moment. Um, dat, dat we zeven jaar eigenlijk nodig hebben gehad. om die zeven stappen alsnog een keer um, ja, te doorlopen. Om, om veilig te dus helemaal veilig te zijn. elkaar helemaal te kennen. en dan in volle overgave ja te zeggen ja. tegen een. Huwelijk of een relatie of een ja. Ik begrijp dus van jou dat het, de zeven sluiers doe je niet alleen met mensen die je net leert kennen, maar dat kan je dus ook doen met iemand met wie je al jaren in een huwelijk zit. Ja. Dus je kan het op verschillende manieren toepassen. Ja, kijk, het is oorspronkelijk bedoeld. Het is uh, Reinoud Taaloo uh, leraar die heeft het heeft. In zijn zoektocht naar allerlei dingen ontdekt dat er in allerlei mysteriescholen, zeg maar, versluieringsrituelen zitten als je elkaar net leert kennen. Dus daar komt het natuurlijk oorspronkelijk vandaan. Als, als je, dat was vroeger natuurlijk ook zo. Je ging naar, je had verkering en pas in de kerk ging die sluier af en pas op de huwelijksnacht dan gingen wij spreken met elkaar naar bed. Ja, hè? Ja. Dus dat zit natuurlijk ook in onze, in onze Nederlandse cultuur, misschien in jouw cultuur ook. Is de without sowieso ja, heb je ook uh, als zit... gemeenschap, na je huwelijk. Ja, ja, en er is dus versluiring of stapje voor stapje. Uh, en dat is natuurlijk feitelijk bedoeld om aan een beginnende relatie uh, dat, om dat op te bouwen. Ja. Maar ja, in deze westerse cultuur slaan we dat allemaal over. En is het dus voor bestaande relaties ook heel fijn om alsnog dat ritueel te gebruiken, om dat eigenlijk opnieuw. Ja, ...over te doen, opnieuw te kijken hoe je dat kan doen... ...en je te verwonderen wat er dan kan ontstaan. Ja, want je ziet dus in, in dat ritueel en bij heel veel religies ook... ...dat seksualiteit of gemeenschap is de laatste stap in je verbinding met iemand. Terwijl, als je kijkt naar hier in het Westen... ...is seks bijna een van de eerste dingen die ja, je doet... ...wanneer ja, je ja. in verbinding bent ja. met iemand, wanneer je ja. iemand leert kennen. Dus dat is precies andersom. Ja. En dat is eigenlijk een zorgelijke ontwikkeling. We slaan echt. We, slaan, we vergeten dus het belangrijkste, namelijk de hechting op te bouwen. Daarom gaat het ook heel vaak fout. Dus dan, lijkt, dan ben je verliefd dus fantastisch. fantastische seks. En dan wordt het moeilijk. Dan komt er een moeilijke situatie. En dan blijkt je helemaal niet beschikbaar voor elkaar te zijn. Of dan blijkt je elkaar helemaal niet goed genoeg hè, goed te kennen, is die hechting niet opgebouwd. En die hechting. Die heb je nodig om in moeilijke tijden in het leven elkaars hand vast te houden. En dan is seks helemaal niet interessant. Van, kunnen we erbij blijven met elkaar? Kan ik er voor jou zijn terwijl jij het moeilijk hebt? Kan jij er voor mij zijn als ik het moeilijk heb? De seks op de eerste date verpest alles. Nagenoeg 100% kans dat het mislukt. Ik zoek geen seksdate. Ik zoek ware liefde. Ik zoek een man met wie ik mijn leven kan delen. En, en nu. Ben ik en Taoïstisch getraind en ik ben uh, drie keer de sluis verder, met mijn training ontwikkeld, dus ik weet er inmiddels uh, meer van. Nu zie ik dat seksualiteit, zeg maar de mannelijke, uh, de, de vrouwelijke seksualiteit en de mannelijke seksualiteit is natuurlijk in staat tot het creëren van een kind. Ja. En dat is natuurlijk een, een nieuw leven, een levenskracht. Dus hoe bizar dat we dat we mannelijke en vrouwelijke energie bij elkaar brengen in een creatiekracht die nieuw leven kan voortbrengen. Nou, dat slaan we helemaal over. Want, en dat is waar wij nu, waar ik nu met mijn partner ben, dat wij voelen dat ons de, het mannelijke en het vrouwelijke gesymboliseerd, natuurlijk ook in die seksualiteit, maar ook in onze energie, dat wij in staat zijn tot creatie. En dat is dat als je ware liefde, als de man of die man je ware liefde blijkt zijn, dan zul je ook ervaren dat die creatiekracht tot bloei komt. En dat is volgens mij ware liefde. Dat is de potentie tot de creatiekracht die je samen hebt om of een nieuw kind op de wereld te zetten of iets anders te creëren. Nou, laten we dan kijken naar sluier 1. <laughs> ja, sluier 1. Je zegt dus zeven sluiers, één sluier duurt ongeveer een maand. Nou, dus je... ik leer nu iemand kennen. Ja. Zeg ik dan, ik wil de zeven sluiers doen? Ja, zou dat, ik... dat spreek je uit. Dat zou ik doen, want okay. een, een, man, een, een man nu die, die denkt dan: ah, wat is dat? Dus, dus die, wil, die wil seks. Ja, niet nee, alleen hè? mannen, ik ook hoor. Ik, ik las het, ik denk: oh, wat is dat? Ja, dus je moet dat uitspreken. En dan ja. uh, is er natuurlijk een eerste verbazing. Um, het is voor mij heel helder. Als, als jij dat echt zou willen. En die man zegt: nee, laat hem lekker gaan. Want dan is het niet jouw man. Want een man die jou het waard vindt om zeven maanden te wachten. En misschien is het vier maanden bij wijze van spreken. Wij hebben het de eerste keer zeven maanden gedaan, maar. Mag iets sneller. Nou ja, dat veelt het wel een heleboel mannen weg. Als je het, zegt van ja, nou... Maar je hebt maar die ene man nodig die precies die ware liefde is. Ja. Dus het gaat niet dan denken, ja, dan heb ik minder kans. Nee, degene die overblijft is een... Daar kan je... Dat is interessant. Ja. Want al die mannen die denken, ik wil niet wachten, ik wil met je naar bed. Wat, dan is dus de seks belangrijker dan de verbinding met jou. En als een man jou het waard vindt, als hij denkt, wauw, dit is echt... Als een man denkt, dit is er... Dan wacht hij, want een man is anders opgevoed, maar in daarom wil een man ook zich hechten aan een vrouw. Dat is geen, dat is niet een vrouwending. Mannen hebben dat verlangen ook, alleen ze hebben dat niet goed geleerd. Ja, dus mannen die, hè, het, het vuur komt natuurlijk ook vanuit dat bekkengebied, dus het is voor mannen ook makkelijk. Ja, als ze jou leuk vinden, wordt dat ook gestuurd. Maar een man die van jou houdt of jou interessant vindt, die wacht. Ja, dus je spreekt dat uit. Dan zeg ik, ik wil graag de zeven sluiers ja. doen. Uh -huh. En dat betekent dat je elkaar eigenlijk de eerste in een, nieuw, in een nieuwe relatie, dat je elkaar de eerste twee sluiers eigenlijk alleen maar in het publieke domein ontmoet. Oké, okay, dus, de sluier één is: wij spreken altijd buitenaf, nooit ja, thuis. Niet thuis. Je gaat met vrienden iets doen. Hè, vroeger ging dat natuurlijk ook zo: hè? dan ontmoet je, je verkering, dat was een vriendje van een vriendje. Dus je was vaak ook in een sociale context. Uh, maar je spreekt in het publieke domein af. Je slaapt niet bij elkaar, je doet nog niks en je houdt eigenlijk alleen maar elkaars hand vast. Maar Dat het ook... is de enige fysieke contact? Ja, hand, hand vast en zijn. gezicht. Oké. Okay. Dus je mag wel een ai over de wang of een. Uh... En het is natuurlijk anders als je 30 jaar bij elkaar bent en de schrijf sluiers gaat doen, maar de, de, de sluizen aan zich zijn hetzelfde. Oké. Okay. Maar ja, dan woon je samen, dus dan, dan, dan speelt dit natuurlijk een, een andere. Rol. Je gaat niet twee maanden uit elkaar, zeg maar. Maar even voor jou, jij bent een uh, in een startende relatie. Laten we hem steeds voor de kijken. Want ik kan me ja. voorstellen dat er vrij gezelle mensen, vrij gezellige mensen zijn, en mensen die al wat langer in de relatie nou, zitten. Dus dat we hem steeds. Hoe zou dat ja. van toepassing zijn op mij? En hoe zou het op toepassing zijn ja. op jou? Ja. Dus in een vaste relatie. Ja. Nou, voor jou is het dus: uh, je gaat uh, je ontmoet elkaar. Je gaat wat drinken, je gaat wat eten, je, je spreekt met vrienden af. Eigenlijk ook nog belangrijk dat je gewoon met vrienden bent. Dat doen we ook maar vaak niet. Maar doe je dat niet. inderdaad meteen al? Want ik, ik, ik heb juist altijd de indruk dat als ik iemand wil leren kennen... dat ik dat beter één op één kan doen dan in plaats ja, van... Ja, lekker in de slaap, hè, thuis uitnodigen en voor je het weet lig je met elkaar naar bed. Terwijl ja, of eigenlijk... gewoon buiten. Dan heb je wel gewoon één op één gesprekken. Ja, um, dat kan. Ja. Maar ja. wat is zeg maar de meerwaarde van met vrienden? Nou... De, dat he, ging inderdaad vroeger wel meer zo. Ja, de, he, vroeger ga, ging dat zo. Maar ook van... Uh, hoe, gewoon iemand leren kennen. Hoe gedraagt iemand zich bij jouw vrienden? Wat zegt je beste vriendin van die, van die gast, zeg maar? Dus gewoon een soort... Check. Va ja, eigenlijk meerdere ogen die ja, meekijken. meerdere ogen uh, die meekijken. Van uh, naar die, die knul die jou leuk vindt. Of die yeah. man die jou leuk vindt. En... Dus je gaat uh, wat drinken... Je gaat een wandeling maken. Je gaat uit met vrienden. Je neemt hem mee. En dat doen we vaak dus pas als je een dikke verkeering hebt. Maar eigenlijk zou je dat dus al eerder moeten doen. Ja, nou, dit is gewoon een vriend. En uh, nou, we vinden elkaar wel leuk. Maar uh, en leg het ook uit dat je de safe sluis doet. Iedereen vindt dat natuurlijk raar. Maar door het te zeggen, snapt men wel hoe, ja, waarom je dit zou doen, zeg maar. Uh, als je. Uh, zoals wij. Ik doe nu met André voor de derde keer de zeven sluiers. Um, en wij houden ons dus ook strikt aan alleen maar handen en het gezicht aanraken. Uh, wij hebben toevallig een huis waar we geen tweede slaapkamer hebben. Dus wij kunnen niet apart slapen. Want dat is feitelijk wat je ook doet. Ook als je een bestaande relatie hebt. Dan ga je eigenlijk weer de eerste twee sluiers uit elkaar. Dus je slaapt niet met elkaar. Dat is bij ons onmogelijk. Dat was overigens de eerste keer ook onmogelijk omdat wij op om lange afstand bij elkaar wonen. Dus dat was ook, wij hebben dat op die manier dus ook niet helemaal zo gedaan. Dus het is ook een beetje zoekende naar, ja, naar de dan, juiste vorm, wat, wat dan past. Ja. En daar is belangrijk, uh, het is belangrijk om te weten dat het taoïsme totaal niet dogmatisch is. Dus, dus, dus daarin, weet je, even je stand gebruiken en gewoon ja, de weg vinden. die Het zijn die kaders, dan past. maar het is niet zo rigide. Nee, het is helemaal niet rigide. En ga uitzoeken wat dan past. Maar wij eh, hebben nu ook pyjama's aan. Dus wij slapen eh, alweer een paar weken met pyjama aan. En wij liggen normaal altijd in elkaars armen, verstrengeld. Dat doen we dus ook niet. Dus het is echt zo even helemaal terug naar de onschuld. Daar, dat is ook waar het over gaat. Hè? Dat is als je elkaar op jonge leeftijd leert kennen, dan ben je ook onschuldig. Dan ga je vanuit die onschuld ontdekken. En feitelijk in deze westerse wereld verliezen we... Onze, er zijn natuurlijk heel veel mensen en vrouwen die op jonge leeftijd ook hun onschuld zijn verloren door allerlei grensoverschrijdende ervaringen. En eigenlijk wil je dus weer terug naar die onschuld. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar deze fase, deze eerste fase die jij nu toepast op jouw relatie waar je al zeven jaar in zit, wat brengt het jou dan? Nou, wat ik grappig vind, wat het me nu weer brengt, is dat je teruggaat naar die onschuld. Dat je gewoon een beetje, oh, een soort van, weer een beetje kriebels, een beetje verliefdheid. En, en bedoel is dat wat je bedoelt? Ja, of van wat, 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 wat is het effect dan op jullie relatie? Nou, kijk. Dat vond ik al een heel mooi concreet. Nou uh, ja, kijk, ik zal je even vertellen: dit is de derde keer dat we doen. De eerste keer ontdekten wij dat we voor elkaar bedoeld zijn. Dus mm -hmm. dat ik dacht, oh maar deze man is mijn ware liefde, niet door de safe sluiers, maar dat, dat was het ritueel, hielp ons. Maar het, hij was het ook de tweede keer uh, heb ik eigenlijk ontdekt dat er nog best heel veel subtiele veiligheidsissues zaten op seksuele ervaringen met andere mannen. Dus er lagen, zaten toch allemaal nog wel wat deukjes en wat pijntjes in mijn lijf. Die er toen pas uitkwamen. Dus die heb ik in de eerste keer niet ontdekt. Maar bij de tweede keer dacht ik: Oh, ik heb eigenlijk veiligheidsthema's. Over het toch naar binnendringen. Door middel van de tong. Toch mezelf weg te geven. Ik besefte dat eigenlijk in de tweede keer dat we de Zeesluis deden. Wat dat bedoel je daarmee? Door mezelf weg te geven? Nou, dat ik besefte dat, ik, dat mijn seksuele gebied. Een, eigenlijk een hele heilige tempel is. Ja. En dat ik daar niet als een heilige tempel mee om ben gegaan. in mijn verleden. Ik voelde me een seksueel vrije vrouw en alles. En ik, en ik besefte mij, mede door de tao-training die ik deed, dat ik denk, ja, maar die vri vrije vrouw, ik heb echt ook gefaciliteerd. Dat heeft niks met heiligheid te maken. Dat heeft met pornografische fixatie te maken. Mm. Dat we als vrouwen de, de pornografisch gefixeerde man aan het faciliteren zijn. En dat lijkt dan vrij. Yeah. Maar dat, ik besefte me dat was een soort. Uh, ja, een soort realisatie die echt al pijnlijk was: van, oh, maar ik ben daar veel te makkelijk in geweest. Ik heb, ja. dat, ik heb dat helemaal niet goed bewaakt. Ook niet goed geleerd, want wie leert het je? Ik heb helemaal geen seksuele voorlichting thuis gehad. Ik heb gelukkig met eerste vriendjes hele goede ervaringen gehad. Maar ik besefte dat wat, waarvan ik dacht dat ik vrij was, dat ik dacht, nee, dat is helemaal niet waar. Dus dat was voor mij een hele belangrijke ontdekking. En wat we daar ook in ontdekt hebben, is dat het geduld van de man daar cruciaal in is. Dus de man heeft zijn vuur echt te temperen om die vrouw. En als je even collectief kijkt, dan is er natuurlijk collectief veel wonden in het, in het seksuele gebied bij vrouwen. Dus als we die wonden willen helen, vraagt dat ontspanning, vraagt dat tijd, vraagt dat aandacht, geduld. Dat moet die man dus op kunnen brengen. Want. Ja, je kunt wel denken, ik wil meteen seks. Maar als er allerlei blokkades op zitten om je niet helemaal ja, over te kunnen geven... dan heeft die man het geduld op te brengen. Dat heeft André gedaan. Dat is voor ons heel waardevol geweest. Dus ik heb toen pas beseft van hoe veilig hij voor mij was. En is geweest. En nu, we zijn dus nu de derde keer... verwacht ik, dat, dus even los van wat je iedere sluier oplevert... maar dan even het hele ritueel... Dat wij werkelijk op nog een keer helemaal door ons proces heen gaan. We hebben ook een, het is ook wel een dynamisch en interessant proces, omdat anderen een specifiek verleden had. Een verleden ook met seksverslaving. Dus daar hadden we ook mee te maken. We Hebben heel veel mannen uh, zonder dat ze het erkennen als ja. een verslaving, hebben daar wel last van? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik denk dat heel veel mannen. Maar dat is omdat we in een pornografische. Fixatie zitten. De porno is zo voorhanden. Het lijkt alsof dat de norm is. Ja. En als je dat normaal vindt, dan is niemand verslaafd. Maar als je dat niet meer normaal gaat. als niet meer normaal gaat zien, dan kom je erachter dat, denk ik, heel veel mannen heel vers, eigenlijk heel verslaafd zijn. aan seks. Aan seks. En ja. heel veel vrouwen daardoor ook blokkades hebben. Want vrouwen voelen op een gegeven moment. Ik wil dat niet meer zo. Dus die gaan op slot. Ja. En dan komt er wrijving, en dan komt er. Uh, ja, mannen gaan vreemd, weet ik veel, polyamorie, alles ontstaat omdat dat niet stroomt. Nou ja, mijn man komt daar dus ook vandaan, um, en die heeft, nou ja, die heeft dat proces is dat aangegaan, die is dat aan gaan kijken. Daar gaat dus dat tweede boek eigenlijk ook over, uh, over zijn proces. En nu zijn we in de aanloop naar ons huwelijk er echt klaar voor om ja, in, dat, in dat heilige huwelijk te stappen. Waarin die heilige seksualiteit wordt ervaren. Waarin het niet meer gaat over lust en wat ons hoofd wil en onze plaatjes die we hebben. Maar dat we, nou ja, noem het tantrisch. Of dat je vanuit het, gewoon de energie, vanuit het voelen gaat laten ontstaan wat er, wat er seksueel is mag gaan stromen. En dan kom je op een, op een ander niveau van seksualiteit beleven. Dan gaat het helemaal niet meer over dat orgasme. Dan gaat het over de verbinding, over de energie, over. Ja. En daar, daar verlangen we allebei om naartoe te groeien. Ja. Ja, en ik vermoed dat nu de derde, derde kindsluis doen ons naar dat punt brengt. Ja. Recap, sluier je één. Vanaf buiten afspreken, handje vasthouden, gezicht aanraken mag, maar. That's it. Ja. En idealiter ook met vrienden afspreken. Ja. Sluier 2. Sluier 2. We hebben het iets veranderd in opzichte wat ooit in de Tao is gezegd. Maar bij ons mag je dan een kusje geven. En wat was de oorspronkelijke... Nou, bij, in de, eerste, bij de Tao mag je bijvoorbeeld dat kusje al op de wang geven. Wij hebben ervoor gekozen om dat kusje echt pas in de tweede sluier te doen. Niet op de mond. En ik heb dat nu weer ervaren dat ik... Sorry, ik ga toch nog even onderbreken. Dus dat betekent dat is in Sluier 1, als je elkaar ontmoet, mag je ook geen knuffel geven? Nee, dat klopt. Oké, okay, nee. Ja, ja dus. Ja. Ja, het, het, ik, je hebt het duidelijk gezegd hoor, maar ik zag nee, daar ja. me van heel vaak groet ik mensen met een knuffel. Ja, nee. En dan dacht oh ja, maar dat, dat, dat doe je dan ook nee. niet. Dat nee, mag, okay. dat doe je niet. En, daar, en het is interessant om je daar echt aan te houden. Want dan pas, dus als je, als je, als je dat wat niet mag laat. Dan hou, blijft er dus over wat me, wel mag. En binnen dat speelveldje ga je de magie opeens van die handen ervaren. Ja. Als je alleen maar die handen mag vasthouden, wat gebeurt er dan? En zeker als je elkaar wil ontdekken, dan is dat super spannend. En super, kan super erotisch zijn. En het wil niet zeggen dat de seksuele energie niet mag stromen. Maar je doet er alleen niks mee. Want in de onschuld, weet je, ook als een man, eh, als die je hand aanraakt en jou echt leuk vindt, dan gebeurt er seksueel ook natuurlijk wat. Maar dat laat je. Want als je 14, 15, 16 bent, dan begin je ook niet over een erectie. Dan, weet je, dat hou je dan nog een beetje. Dus je verboord. mag het wel voelen, je mag het laten stromen, tuurlijk. maar je neemt het niet mee. Je gaat, uh, daar niet, op, op, je gaat er niet Je iets doet er mee niks doen. mee. Je doet er niks mee. Nee. Nee. Ja. Kijk, natuurlijk, als je ouder bent en volwassener bent. Dan, ongetwijfeld dat je daar wat woorden aan geeft van jeetje, er gebeurt heel veel en spannend en wat fijn. Maar je, je laat dat verder. Je stimuleert dat niet. Je zoekt dat niet verder op. En je beperkt je dus ook. Als, je, als het te heftig wordt, dan ga je... dan ja, moet neem je even een stapje terug. Ja, dan moet je een stapje terug doen. Ja. Het, is, het gaat over vrijwillige begrenzing. Dus je moet vrijwillig iedere keer zeggen hé, hey, ik begrens me nu. Ja. Mooi. Ja. All right, twee waren we. Twee. Dus dan mag ik wel een kusje op de wang geven. Kusje op de wang. Oké. Okay. Je mag elkaar aanraken op t, uh, over de kleren heen. Dus dan komt die knuffel. Hè? Dus dat mag dan. Knuffelen mag vanaf sluier 2. Je mag elkaar aanraken. Je mag elkaars benen aanraken. Maar je doet nog niks met erogene zones. Borsten, billen, geslachtsgebied raak je helemaal niet aan. Maar je kunt dus wel arm in arm lopen. Uh, je kunt op elkaar schouders liggen. Mag allemaal. Kusjes geven. Zo. Kijken. Op de wang, niet op de wang. Oké. Okay. Ja. En feitelijk, in, in jouw geval, ook nog in het sociale verkeer. Dus met elkaar... Um, in, uh, he, dus met vrienden uh, buiten in het publieke domein nog. En, uh, ja. ja, dus nog steeds niet thuis afspreken. Ja. ja. Oké. Okay. En waar, waar gaat deze fase dan om? Nou, het is allemaal vertragen om eerst die hechting en elkaar gewoon te leren kennen. Dus spreek af en zie wat iemand doet, want het is ook belangrijk om te weten dat je eigenlijk na iedere stap of ieder moment kan je natuurlijk zeggen: heel, het is hem niet. Ja. heel, hij doet nu heel raar. Ja. Oh ja, dus als je dat is vaak het risico als je dus in die seks gaat, allemaal fantastisch, maar ondertussen vertoont je je, je je vriendje of allemaal raar gedrag wat je dan niet ziet, terwijl nu ga je gewoon dingen doen en dan is hij opeens brutaal vervelend tegen die ober of hij loopt op iedereen te schelden. Ja. Als je in sluier twee denkt, oh ja, maar dit, dit wil ik niet, dan ben je blij dat je er, dat je er afscheid van mag nemen. Ja. Zonder dat je nog... En kan je dan ook makkelijker afscheid nemen dan wanneer je verbonden bent op seksueel nou, vlak? Het, ja, het is een retorische vraag, denk ik. <laughs> ja, natuurlijk is het makkelijker om afscheid te nemen als je nog die hele seksuele verbinding niet hebt. Dan kan, is het echt makkelijk om te zeggen: Joh, het voelt toch niet goed. We moeten hier niet verder mee gaan. Ja. Waarom is het dan moeilijker om afscheid te nemen als je wel seks hebt gehad? Ik dacht zelf aan emotionele binding, omdat je natuurlijk ook emotioneel bent. Een vrouw die seks heeft met een man, die gaat zich automatisch emotioneel ja. binden. Ja. Nou, kijk, um, wat er in ieder geval gebeurt, inderdaad, die vrouw die wil die hartsverbinding en die man die wil die seks. Dus vrouwen, als je seks hebt, of als je al zover bent dan. Maken wij er ook iets groters van? En we denken dan, oh, het is fantastisch. En, oh, dit is er misschien wel. Terwijl die man eigenlijk nog helemaal niet bezig is met jou als, als vrouw echt te leren kennen. Maar die is bezig om gewoon seks te hebben met jou. Hmm. Dus voor die man is het makkelijk. Maar voor jou is inderdaad die emotionele verbinding er ook al. Maar die is er natuurlijk ook als je die is er ook misschien nog wel meer, vind ik... als je in die tweede sluier bent. Want dan ga je elkaar op zo'n ander niveau ontdekken... dat wij als vrouwen dat heel fijn vinden. Ja. Oh, nog even geen seks... maar wel al die dingen waar wij eigenlijk naar verlangen. Ja. Dus dan, als je er zo naar kijkt, zou het weer moeilijker zijn. Maar het is gewoon sowieso de bedoeling... dat je per sluier mag voelen... stoppen we of stoppen we niet. Ja. En wat mij... een belangrijk ding wat, wat mij heeft geholpen in die podcast van 2015, dat Reinoud zei... ja, maar als je het zaad ontvangt van een man... dan ben je, uh, ben je uh, voor vier tot zeven jaar met elkaar energetisch verbonden. Ja, dus mijn ogen dat, gingen, dat las ik ook. Mijn ogen gingen open en ik dacht... Ja, ja. dit wil ik niet. Nee. Dit wil ik niet. Dus, dus dit je draagt wil... zeven jaar lang de informatie en DNA mee... van de mannen met wie je gemeenschap hebt gehad... En dat was voor mij een eye opener Toen dacht ik, ja, maar dat wil ik niet. Ja. Dus als je dat weet, dan denk je, oké, okay, nou die verbinding is er in ieder geval nog niet. Dus dan kan je ook makkelijker los van elkaar. En even voor de mensen die niet precies weten wat dat dan precies betekent. Nou, oké, okay, je draagt informatie mee. je draagt DNA mee. Wat betekent dat? Hoe uit dat zich? Nou, ja, dat vind ik en dat is echt een antwoord voor. Uh, uh, ik durf dat niet. Dat, ja, het was voor mij gewoon een weten. Toen Reiner dat zei, dacht ik, ja, maar als, als dat zo is? Ik heb dat aangenomen als een waarheid. Dat ik dacht, ja, ik wil gewoon schoon zijn. Ik wil helemaal niet gewoon. Dat, ja, is, dat je gaat je dan eigenlijk de... over die heilige tempel. Als mijn tempel dan echt heilig is, dan wil ik daar toch alleen maar uh, creatiekracht in. Want daar, daar komt het dan eigenlijk een beetje op neer dat het om die creatiekracht gaat tussen man en vrouw. Ja, maar daar ben je nog niet als je in de eer eerste twee maanden bent. Weet je, dat is echt een proces. Dus het voorzichtig aandoen. Ja, dat is gewoon een, een, ja, een advies wat, wat voor iedereen ja, goed zou zijn, zeg maar. Van waarom zouden we meteen dat willen ontvangen? Ja. ja en hoe je dat letterlijk voelt. Want het is echt niet zo dat ik, dat ik al die mannen die in mij zaten... Kijk, nu ben ik schoon bij wijze van spreken. Dat ik die, die, dat ik die in allerlei informatie gevoeld heb. Maar inmiddels, doordat ik Taoïstisch aan het trainen ben... begin ik wel te snappen wat energie doet. Dan denk ik, oh ja, maar... Het is, het is wel de, le de, de, de levenskracht van een man die bij mij komt om iets te creëren. Ja. Nou, dat wil ik helemaal niet. En ik heb daar mannen ingelaten waarvan ik achteraf weet waarom heb ik dit in godsnaam gedaan? Mm. En waarom heb je dat gedaan? Ben je daar ook achter? Nou, wat Want ik, ik weet zeker dat, dat er meerdere vrouwen zijn die dit nou, zien en denken van, oh ja, maar dit herken ik. Ja, nou, dit is, dat, dat is wat we het faciliteren noemen. Dat gaat over... Dus eigenlijk laat je dan misbruiken. Ja, je laat je, wij laten ons misbruiken. Ik denk dat je gegeneraliseerd kan zeggen dat mannen zo met die seks bezig zijn... en wij zo bang zijn voor de afwijzing, bij wijze van spreken, waar ieder mens bang voor is. Hè. De diepste angst is de angst voor afwijzing. Dus nee zeggen vinden we moeilijk en als het dan een man is die je, die je leuk vindt die dan verder gaat is dus in seksualiteit nee zeggen nog wel misschien wel veel moeilijker en dat doen we dus ook niet. Dus we denken als ik doe het maar want dan ben ik er vanaf uh, durf je überhaupt nee te zeggen je grens aangeven? Hoeveel vrouwen hebben dat nou goed geleerd op seksueel vlak? Dat hebben we toch gewoon niet goed geleerd nee. en ik ook niet. En en ik heb me gerealiseerd Senne, dat we hebben aan het begin van het gesprek gehad over mijn zelfvertrouwen. Ik ben echt opgegroeid met heel veel zelfvertrouwen. Ik durf echt nee te zeggen. Maar als het om dit punt ging, vond ook ik het moeilijk. En dan denk ik, nou, als ik het dan moeilijk vind, dan is het voor heel veel vrouwen nog veel moeilijker. Ja. En waarom vinden we het dan zo moeilijk om in het moment een grens aan te geven? Nou ja, uiteindelijk denk ik aan een gebrek aan zelfliefde. Wij, wij hebben dat gewoon niet geleerd. Om en van onszelf te houden en weten wat ik wil en waar mijn grens ligt. Dat is echt het ontwikkelen van je bekkengebied, hè? Eerste drie chakra's. Wie ben ik, wat voel ik en wat wil ik? Heb, daar zijn we helemaal niet mee bezig. En dan vind ik nog iemand die dat dan best goed kan. En als het dan op seksualiteit aankwam, vond ik het ontzettend moeilijk. Dan kon ik ook geen nee zeggen. Of ik heb echt dingen gedaan. En ook om er van af te zijn. En waarvan ik dacht, waarom? Waarom? En dan in de hitte van de strijd. De, ja, dat is ook vaak, hè, dan zit je in de hitte van de strijd. Dus je je bent al ergens in waar je vaak niet in wil zijn. Ik denk dat dat ook een punt is. Volgens mij moeten we de grens al veel eerder, veel eerder aangeven, denken, ja. al bij de deur of bij. Ga je mee naar het strand? Weet je wel? Nee, ik ga niet mee naar het strand, want daar zijn we alleen. Daar. Hè? En ik denk dat we dat gewoon niet goed geleerd hebben. Dus ik ben blij dat we het in dit gesprek aanhalen. Omdat dit is wat wij vrouwen en, en ook onze dochters, zeg maar, meisjes moeten leren. Ja. En als je Taoïstisch bezig bent, dan... Daar kom ik nu wel op uit ook. Dan is het feitelijk het jezelf veilig maken. En dat is zelfliefde, hè? Goed voor jezelf zorgen, jezelf veilig maken. En dat doe je dan weer door het trainen van seksuele kung fu. Ja. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Kunnen we misschien aan het eind van de zeven sluis nog even toelichten. Want, want daarvan merk ik wel. Iedere vrouw kan veilig worden bij zichzelf. Door, het, door dit gebied te trainen. Juist te trainen op die, in dat seksuele gebied. En dat noemen we dan seksuele transformatietechniek. Ja, nice. Ja. Alright, dat was de fase twee. Sluier 2. De derde sluier. Ja. Nou, lekker onder de kleren. Je mag elkaar kussen, zoenen. Uh, wij hebben dat tongzoenen, hebben wij naar sluier 4 gebracht en dat had persoonlijk te maken dat André en ik een thema hadden op het zoenen, okay. dus wij hadden zoiets laten we daar nog meer in vertragen en uh, als je het boekje van uh, de Tao leest dan mag je wel tongzoenen al in de derde sluier um, dus zoenen dat is natuurlijk al een, is echt hè, Dus zonder de tong, maar je kunt natuurlijk heel intens zoenen je mag elkaar uh, aanraken bij uh, onder de kleren je uh, mag elkaar dus uh, ja, de huid voelen, zeg maar. Uh, ook daar een beetje verschil tussen uh, onze lijn en de Taoïstische lijn. André en ik hebben gezegd: we doen de kleren uit, want wij vonden het heel belangrijk. Wat wij vonden eigenlijk, hoe, hoe Reino het had gedaan, is uh, de, de overgang van sluier 4 naar 5 vonden we heel groot. Dus in sluier 4 heb je onderbroek aan, heb je nog niks gedaan. En in sluier 5 mag je op Engels orale seks hebben en alles nee. door hoe. Dus wij zijn het wat op gaan bouwen om. Uh, ...in sluier drie al de kleren uit een onderbroek ondergoed aan... ...maar dat je wel wendt aan elkaars lichaam. Dus dat je elkaar ziet in de badkamer... ...en dat je, nou ja, dat je gewoon elkaar mag aanraken. Wel of niet slapen bij elkaar, dat, daar kan je dan voor kiezen... ...maar wel binnen die, ja, binnen die regel. En dat is natuurlijk interessant. Heel veel vrouwen denken dan, ja, maar dat moet ik niet doen. Want als we eenmaal bij elkaar slapen, gaat het mis, zeg maar. Nou, als je dat, dat is een beetje de, de vraag. Kan je jezelf dan toch beheersen? Het gaat over beheersing. Ja. Um, of stel vooral het slapen bij elkaar nog even een maandje uit. Ja, hè? en doe dat als... ja, dan. Dat, dat je je grens vooraf bewaakt ja. in plaats van dat ja. je wacht totdat je in de ja. situatie bent waarin ja. het moeilijker is om grenzen aan te geven. Ja. En om je niet te laten verleiden of ja. hè, toe te geven aan dat wat je voelt. Om dat dan dus eigenlijk op voorhand al te elimineren. Ja. Dus. ja. Dan maar niet bij elkaar slapen. Ja, dan maar niet bij elkaar slapen. Wat natuurlijk op zich ook wel weer interessant is: van waar, waarom kan je je nou niet beheersen? Wat maakt het nou dat we die hormonen feitelijk het niet Het is natuurlijk makkelijker hè? om toe te geven. Ja, en het is. Kijk, wat we natuurlijk in deze tijd doen is van sluier 1 naar sluier 6. Of sluier 6. Ja. Want we, dus, sluier, seks, dus, ja, klopt. sluier 6 is penetratie. En is, ja. dat, we slaan dat eigenlijk over. Klopt. Dus elkaar gewoon een beetje ontdekken. Want wat we heel erg vergeten, vind ik, um, met seksualiteit, is dat we allemaal wonden hebben. Er is volgens mij niemand die geen wond heeft als het om seksualiteit gaat. Dus mannen die hebben een wond op hun hart. Maar, en die, die zitten in die por pornografische fixatie. Dus als die echt porno kijken, dan denken ze dat dat normaal is. En wij vrouwen hebben allemaal wel ergens schade opgelopen. Ik denk dat in deze tijd dat bijna niet meer niet gebeurt. Omdat voor die mannen het zo normaal is. Ja, mijn man zegt, ja, op de voetbal ging het over hoeveel vrouwen heb je. Ja, met hoeveel vrouwen ja. heb je ziek gehad. Op de middelbare school werd er seks bedreven in de borstjes, ja, want dan was je een vent. Dus dat zit zo in onze cultuur verweven. Dat is zo normaal geworden. Maar ja, daarmee lopen we dus allemaal wonden op. Ja. En als je die wonden wil helen, ook als je verliefd bent en elkaar leuk vindt. Dus dat is een beetje ingewikkeld, want dan wil je zo graag, maar ondertussen zitten er ook nog oude wonden. En durf je die nog aan te kijken? En daar heb je echt een bij wijze van spreken, een driedubbele vertraging voor nodig. Ik las ook dat in, in sluier drie, dan ben je dus al twee maanden op weg. En dan gaat je derde maand in. Uh, dat dat de fase is waarin je het aan familie zou kunnen vertellen. Ja. En het kenbaar maken dat je dus in ja. een relatie zit met iemand. Ja, dat is eigenlijk de stap van: nou, ik vind je leuk. En we gaan, nou, we gaan uh, een soort van serieuze verkering, zeg maar. Ja, ja, dus dan heb je. Dan heb je, heb je elkaar gezoend en aangeraakt, geknuffeld. Ja. Ja. Je hebt dus nog geen uh, andere manieren van lichamelijk contact gehad. Maar dat mag je dan wel kenbaar maken aan familie en vrienden. En mm -hmm. ik las ook iets over dat wanneer je dat niet doet, dat merk ik dus bij mezelf, dat ik het, zelfs in, dat ik het juist in die fase heel erg nog uh, tegenhoud. tegenhoud mm -hmm. En niet deel met mm -hmm. mijn mensen, dat dat ook niet goed is voor je hechting. Ja. Waarom dan? Ja, familie is natuurlijk je hechting. Dat is, daar, dat is je... Uh, ja, dat is feitelijk je, waar je vandaan komt. Dus je, je partner aan je familie laten zien... is natuurlijk echt een stap van... hé, hey, maar dit is serieus. En... Dat, ja, dat, dat laat ook zien hoe iemand voor jou kiest. Zeg maar. Dus dat is ook een stap van. Ja, maar we willen eigenlijk wel voor elkaar kiezen. En dan kan het nog in alle sluiers nog een keer misgaan. Zeg maar. maar het is ook een bewuste stap om te zeggen: wij kiezen voor elkaar. En wat zegt het dan als je dat niet doet? Ja, dat je het eigenlijk een beetje verborgen houdt. En wat zegt dat? Ja. Jij mag het zeggen. Waarom doe je dat niet? Jij doet het niet. Nee. En wat is dat dan? Er zit een angst onder. Ja, dat ik het niet zeker weet. Ja. Dus dan is het toch maar, nog een twijfel. Maar dat is het leuke eigenlijk aan de zeven sluiers. Je hoeft het pas na zeven maanden te weten. Dus... Mm. dus Vroeger kwam je er ook met je vriendje thuis. Dan ging je er ook niet mee trouwen. Nou, wij niet, maar ik snap wat je bedoelt. Dat ja. klopt. Dan neem je nog even je tijd. Ja, ja. Dus, je, dus als je een vriendje had, kon ik hem gewoon mee naar huis nemen. Dan ja. was het drie maanden later gewoon weer uit. Dat, dat is, ik weet niet, bij ons in ieder geval heel normaal. Ja, precies. Um, maar je neemt hem wel mee naar huis. En je laat hem dus ook zien aan je ouders. Wat vinden die ervan? Hey. En dat gaat niet per se over goedkeuring, maar dat gaat wel even over. Ja, eigenlijk zeg je ja. gewoon ja. Ja, wij kiezen voor elkaar. En de wereld mag dat zien. Nou ja, zover ben je eigenlijk nog niet in sluier drie. Hè. Het gaat nog niet echt over die echte keuze. Maar om, om uiteindelijk die keuze te maken, moet je ergens dat punt pakken. Om te zeggen: Nou, ik ga je toch ook aan mijn familie laten zien. Ja. Ik ben nieuwsgierig naar wat papa, mama, broer en zuster van vinden. Want. Wie weet zegt je zus dan wel... Jege, nou waar je nu mee aankomt. En, en wie weet is dat wel precies je wake-up call... Die, die je even die je nodig hebt Die, die, die ja. blinde vlek. Ja, ja. All right, sluier 4. je vier, ah, vier um, komt natuurlijk de... de seksualiteit... Nou, ja, er komt de seksualiteit bij... omdat je borsten, billen... en echt mag zoenen... mag aanraken. Um, dus... De, het geslachtsgebied dat hou je echt nog een beetje op afstand, maar je mag wel, ja, je mag elkaar's billen aanraken, je mag zoenen, ja, dat kan natuurlijk, dat kan al heel erotisch en opwindend zijn. Dat is het ook als je elkaar net leert kennen, is het natuurlijk super erotisch en spannend en dan oh, weer een nieuwe fase. En dat is een fase waarbij de seksualiteit echt begint te stromen, waarbij, maar, waarbij je nog voorzichtig bent met de geslachtsorganen. En wat brengt dat jou dan? Want jullie zitten al langer in een relatie. Ja. Als jullie in deze fase zitten, waarbij je dus eigenlijk speelt met seksualiteit, maar ja. niet al the way gaat. Wat ja. brengt dat jou? Nou ja, de tweede keer dat we deden, bracht dat me dus echt die veiligheid. Want juist in deze fase, dus de fase derde, vierde sluier, heb ik ontdekt dat ik daar dus nog een issue had. Dat ik dacht dat met dat zoenen, we hadden een issue met zoenen, maar wat bleek, ik had nog een. Ik heb een paar slechte ervaringen gehad met mannen die mij altijd tot heftig zoenen dwongen. En daar ben ik in meegegaan. Want als je mij zo aanzet, kon ik ook wel aan. Maar ik kwam er dus bij mijn, bij mijn partner nu achter. Ja, maar daar zit nog een bond. Ik, dat is niet fijn. En ik, daar kwamen de stralen, daar kwam heling op. Dus het is voor, voor mij zijn de derde en de vierde sluier echt helende. Helende sluis, de helende intimiteit. Want je gaat echt een stapje verder, maar je komt op het gebied waar de wonden zijn. En dan is dus de kunst om als vrouw en als man geduldig te zijn en als vrouw aan te geven, of omgekeerd, het kan natuurlijk ook omgekeerd zijn: van wat, wat zit hier? Wat voor, ja, waarom, waarom ga ik op slot? Waarom komen er tranen? En dat vraagt dus tijd en aandacht. Dus dat hele proces van zeven sluis is continu. Tijd en aandacht nemen voor die kleine stapjes. Dus je doet dat in het dagelijks leven. Wij hebben er inmiddels hè, wij hebben een training ontwikkeld waarin we ook oefeningen aanbieden. Want als je al bij elkaar bent, dan is dat alweer anders. Dus dan geef, maak je, hè, dan heb je al kinderen, je hebt een druk leven. Dat is toch alweer anders dan in een beginfase. Dan maak je sowieso veel meer tijd voor elkaar. En als je een bestaande relatie hebt, dan moet je weer tijd maken. Dus dan helpt het als je daarmee geholpen wordt met de oefeningen. Um, om op die manier te ontdekken, maar wat zit hier nog? En, er, en om te weten wat hier op subtiel niveau zit, moet je het dus kaderen en moet je de tijd en aandacht aan besteden. Want als we hebben al ze er 9 van de 10 keer over. Hebben. Ja, precies. Ja. En wat wij ook in de training wel doen, is dat we in sluier 2 en 3 er ook over leren praten. Dus, dus jij bent ook al wat ouder, weet je, je bent geen 15 meer, dus dat is ook nog weer een verschil, ben je 15 en april of 17? Of ben je vier, en je hebt al ervaringen achter de rug. En je partner vermoedelijk ook. Maar leer dan te praten over de dingen die, die er op intimiteit en seksualiteit aan de hand zijn geweest. En nou ja, dan kan je echt gesprek afvoeren. Van durf je te delen wat er is? Ja. Waar zitten je angsten? Waar zitten je Maar dat betekent dus dat je heel veel delen over je verleden ja. deelt. Maar niet iedereen kan dat hebben. Niet iedere man wil horen ja, hoe dat. het als, is gegaan in het verleden. Loop er van weg. Als die man dat niet kan horen, is het niet jouw man. Echt waar, wat een waanzin. Dat iemand, je wil elkaar toch leren kennen, en dan hoort dat verleden ervan. Nee, ja, dan bij. hoor ik die man dan zeggen, ja, ik wil jou leren kennen, maar ik hoef niet te weten hoe jij je in het verleden uit elkaar bent getrokken. Ja, die krijgen daar allemaal beelden dat, bij. Ja, Maar hoe, het, de, de woorden die je gebruikt zijn pornografische woorden. Ja. Nou, daar zijn we met Steve Sluis, gaan we daarvan weg. Dus als een man dat zegt, dan zou ik nog maar eens even nadenken of dit de man is. Want als dit zijn beeld is en dit zijn woordenschatten is, kun je je afvragen of hij jouw man is. Mm -hmm. Dus het is open communicatie over alles wat je hebt te ervaren. Want en... als je wil hechten, dan wil ik toch weten wie jij bent en waar je onzekerheden zitten en waar je pijn zit. En dan wil ik je dan in een relatie, kun je ongelooflijk veel helen. He, de, de wonden die we hebben op onze seksualiteit, die kunnen wij doorgaans ook helen, kunnen we deel zelf doen. Maar ook we hebben vaak de partner nodig, de veilige partner nodig om die wonden echt te helen. Mm. Dus je moet eerst toetsen of die man veilig is. Maar als jij niet eens over je wonden kan praten, omdat hij dat niet wil horen, dan zou ik zeggen: nou, toets. Niet geslaagd nee. uh, bij de derde fase. Het gaat andersom natuurlijk ook, hè? Want er zijn natuurlijk ook vrouwen die heel jaloers kunnen worden. Ja. Dat ze onzeker zijn, zoals dus ze horen. Dat. Maar als je het hebt over jaloezie, en ik breng het dan even weer terug naar angst en liefde. Jaloezie heeft niets met liefde te maken, Sanna. Ja, pure angst. Het is pure angst. Het is een gebrek aan zelfliefde waarom vrouwen jaloers zijn. Dus dat gebit dat ge heeft niks met liefde te maken. En dus ook niks met steefsluiers, want het, dat is een pad van de liefde. Dus als mensen jaloers nog zijn. Ja, dan, dan is er echt werk te doen bij jezelf. Van, ja, wat, wat maakt nou dat ik zo jaloers ben? Dus niet erg dat je het bent, maar ga op onderzoek uit bij jezelf. En dan kom je toch, dan moet je gewoon een stap terug. En daar kom je dus in de zeef sluis ook achter. Dit is een proces van de samenliefde. Maar als je het echt aangaat, dan, dan komt er werk uit op het niveau van de zelfliefde. Mm. En dan heb jij en je partner aan de slag te gaan over die zelfliefde. Zelfbegrenzing, zelfliefde, zelfkennis. Alles. Uh, ja, want als je... Jalo kijk, jaloezie zegt alles over mij. Dus waar ben ik bang voor? Yeah. Dat is de afwijzing, dat is allerlei pijn, allerlei bonden. Dus je hebt innerlijk werk te doen. Hmm. Dat, daar gaat zelfliefde over. En eigenlijk kan de samenliefde pas slagen als je natuurlijk heel veel innerlijk werk yeah. op jezelf hebt gedaan. Als je zelf stev stevig kan staan en zeggen, ik hou in ieder geval van mezelf. Dus ik heb de de bevestiging en de, van de ander niet nodig. Nou, dan ben ik niet afhankelijk van een ander. Oké, okay, dan zijn we nu meer dan vier maanden verder. Ja. En dan begint het dan begint de seksuele ontdekkingsreis in de vijfde sluier. Dat waar de meeste mensen eigenlijk op dag één al aan beginnen. Ja, nou ja, en, en dag één is vaak zoenen en ergens... De penetratie. In. Dus, dus zelfs in de vijfde sluier is er nog geen penetratie. Okay. Dus dan is het seksualiteit met de handen. Uh, dus een vrouw... Hey, je mag elkaar gaan ontdekken. Wij hebben uh, de orale seksualiteit en de handmatige seksualiteit ook nog uit elkaar getrokken. Dus vijf is dan handmatige seksualiteit. Zes is de, uh, de orale seksualiteit. Zeven is de penetratie. Maar eigenlijk... En dat is wel ook belangrijk, die zevende sluier, daarna komt er een periode van niks, want de penetratie is nog niet de zaadlozing. Oké, okay, wacht, 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 ja, wacht, Wat nu zijn zoen. we alweer drie maanden verder. Ik ben nog in maand vijf, ja. dus nu mag je elkaar aanraken. Je bent bloot. Je bent bloot, je, mag, je zoent. Je, je vrijt. Wat is vrijen? Nou, uh, elkaars vingeren, uh, je mag het geslacht van de man, je mag elkaars geslacht aanraken, je mag uh, klaarkomen bij ons. Oh, dat wel? Okay. Ja, de vrouw, de man, doen wij in sluier 6, omdat we de vrouw echt de ruimte willen geven dat het om haar gaat. Dus de man moet zich echt beheersen. En dan kan je een soort van all the way. Dus een vrouw mag wel tot een ja. hoogtepunt komen in sluier 5 en een man niet. Ja. Oké. Okay. Zo hebben wij het gedaan. En hij mag wel bevredigd worden? Hij mag wel bevredigd worden. Oké. Okay. En, en overigens, er mag ook klaargekomen worden, maar niet bij elkaar. Dus als een man het niet te houden is, en hij mag ook uh, masturberen bij wijze van spreken, dus in die periode is het niet zo dat, je, dat er een verbod is op orgasmes krijgen, maar uh, niet samen. Niet samen, in de eerste vier sluizen al helemaal niet, en in de vijfde en zesde, zesde sluier helemaal, en in de vijfde sluier hebben wij ervoor gekozen om die wond bij die vrouw te helen weer vanuit het, het principe van de helende seksualiteit, om wel de vrouw uh, klaar te laten komen of het orgasme te mogen hebben. Omdat daar zoveel issues op zijn. Zodat uh, dat je als vrouw je veilig voelt. Oh, ik hoef me dus even niet druk te maken over het orgasme van die man. Ik mag wel alles doen. Maar, maar ik mag in de overgave gaan. Want dat is vaak heel ingewikkeld voor vrouwen. Is de overgave om daadwerkelijk uh, klaar te komen. Ja, ik en denk dat, dat... Ze, dat haar plezier ook voorop mag staan. Ja, ja. En dat is een keus die wij hebben gemaakt omdat het voor ons paste. Maar voelt het, voelt het anders en je zegt: Nou, het voelt anders. Ja, want ons het kan natuurlijk ook zo zijn dat een man daar juist ja. last van heeft en ja. dat een vrouw ja. juist veel meer bevrijd is op dat vlak. Maar draai het dan om en maak dan de keus of allebei. Of, nou, in, hè? En dan stel dat dat bij jou gebeurt en jij bent daar vrijer in en je partner nog niet. Geef hem dan de gelegenheid om dat, hele, dat stuk te helen en daarnaar te kijken. Dus het is, wat ik al eerder zei, het is niet dogmatisch. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je de, het kader helder hebt met z'n tweeën. Want dat maakt de veiligheid. Want als je afspreekt, we zoenen niet of we stoppen nog geen tong in onze mond. Dan weet je dat dat niet gebeurt. Dus dan kun je in de overgave gaan zonder dat iemand dat dan onverwacht ja, doet. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om het niet te doen. Want als je dat opeens wel doet, dat, dat doet echt iets in je veiligheid. Ja, klopt. En dat is, het gaat allemaal over veiligheid. En we leven in een seksueel onveilige wereld. En dit is een manier om veilig te worden met elkaar. door je te houden aan die grenzen. En dan is sluier 6 dus eigenlijk hetzelfde, maar dat een man ook. Tot een hoogtepunt mag komen? Ja, Komt dan, er nog iets meer bij kijken? Of? Wij hebben daar dus de orale seksualiteit aan toegevoegd. Dus helemaal vrij om uh, alles te doen. Behalve penetreren. En dat mag dan in de zevende sluier. Nou, wat wel even belangrijk is, dat is dan een zevende sluier zoals wij het hebben. Maar dan die, in die penetratie kom je nog niet klaar. Dus dat is, ook nog, dat is echt een belangrijk verschil. Dus je mag wel uh, elkaar voelen, helemaal. Maar die laatste stap. Namelijk... Maar waarom? Waarom mag dat niet? Nou, de laatste stap is, is die zaadlozing in die vrouw. Dat is die creatiekracht die een kind kan maken. Dus als je even teruggaat naar vroeger. Als je als vrouw als je een baby wil, dat, dat doe je niet omdat je toevallig een nachtje seks hebt. Dat doe je omdat je samen zegt: Hé, hey, we, hebben, we hebben elkaar ontdekt. Ik vind het fijn met jou. Ik wil met jou. Ik wil met jou verder en ik wil met jou zelfs een kind maken. Daar denk je over na. Dus dat, dat gebeurt in een, ja, in een periode van ruimte, van stilte, van rust. Dus ook, je begrenst je tot het moment dat je uit die hitte bent, maar daarna kan voelen: Oh ja, maar ik, dit voelt zo fijn. Ik ben zo gehecht. Dit voelt zo veilig. Ik voel me zo goed bij jou. Ik wil met jou dat kind creëren. Of... Iets anders creëren. Dat je echt een bewuste keuze maakt om die mannelijke energie en die vrouwelijke energie bij elkaar te brengen. Wat zorgt voor die enorme bizarre creatiekracht. En dat wil je niet doen in de hitte van die, van die seks die je hebt. Hoe lekker ook. Maar je wil dat. Dat is een weloverwogen keuze. En die maak je in de, feitelijk in de zevende sluier. In een periode van rust. En als je voelt, oh ja, maar dit, ik wil dit echt. En zo hebben André en ik het ook echt gedaan in de eerste, in de eerste keer. Dat wij, uh, we hebben dus alles gedaan en we hebben echt een periode van rust gehad. En toen hebben we gezegd: oké, okay, wij kiezen echt, het is echt een ja. Dus toen zijn we officieel van de verkeering in de relatie gegaan. En toen hebben we echt een ritueel gedaan waarin we all the ways zijn gegaan, inclusief uh, zeg maar het orgastische uh, hoogtepunt. Ja. Want in zeven zou dat dan betekenen dat je wel gemeenschap hebt, maar dat, dat hij dan moet, even kijken hoe zeg je dat, zingend de kerk uit. Ja, zingend de kerk uit. Ja. Dus je mag, hij mag wel een orgasme krijgen, maar niet nog in het vagina. Dat doe je ja. dan een maand lang. Ja. En dan heb je dus eigenlijk, eigenlijk de achtste ja. sluier. Wij, hebben, wij noemen dat de achtste sluier. Binnen de touw. zeggen ze, je mag alles in de zesde sluier. Maar wat vonden wij, vijf en zesde mag je opeens alles. Dat vonden wij heel snel gaan. Um, en dan is de zevende sluier de periode van rust. En dan eigenlijk vrij je dan altijd vanuit bewustzijn. Dat is eigenlijk ook het hele idee. Dus dat je seksualiteit hebt omdat je weet wat voor creatiekracht er in je schuilt. Om te wachten dat je voelt, oh ja, dat, wil ik nu. Nou ja, dat willen we nu uh, ja, gebruiken om te creëren. Ja. En dan duurt eigenlijk die zevende slash achtste sluier duurt je hele leven. Want, want vanuit die veilige richting ben je altijd in staat tot creatie. Ja. En ga je dus anders om met seksualiteit, dan dat je denkt: hé, hey, leuke chick of een leuke vrouw. of ik heb wel zin in seks. Ja, het is totaal anders. Ja. Hoe zou de wereld eruit zien als, als iedereen dit op deze manier gaat doen? Nou, het allerbelangrijkste is dat mensen veilig moeten worden. Uh, dus veiligheid zit heel erg in het seks, trainen van seksuele kung fu. Uh, Dat is een. Transformatietechniek om veilig te worden. En vanuit die veiligheid kun je dus de zeven sluiers doen. En, en ja, dan krijg je een seksueel veilige wereld. Nou, Senna, zeg maar hoe de wereld eruit ziet. Ik heb toevallig gisteren nog even naar Harvey Weinstein gekeken, Epstein, uh, wat er met de NPO gebeurt in deze tijd. Mm. Het is allemaal seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat allemaal over onveiligheid op seksueel gebied. Mensen zijn niet veilig. En veiligheid heeft alles te maken met uh, het, het kunnen begrenzen van je, van je hormonen, van je seksualiteit. Maar er zit er toch wel wat in, hè, in die religieuze kaders, Absoluut. die we meekrijgen ja, van hè, geen zeker. seks voor het huwelijk. Ja. Uh, het enige wat ik daarin mis, in die kaders, is uh, de uitleg ervan. Ja. Waarom? Ja, en ja, wat er natuurlijk helemaal niet in die religieuze kaders, volgens mij wordt verteld. Is hoe je als mens individueel veilig kan worden en je grenzen aan kan geven. Want dat gebeurt ook niet. Dus dan hè, na de. in hele. ik weet er niet heel veel van. Ik ben wel gereformeerd opgegroeid, maar ik woon toevallig nu in, uh, in de buurt van Staphorst. super religieus. Ik vraag me af of, of na het huwelijk de vrouwen nou zo vrij zijn en uh, zo hun grenzen aan kunnen geven. Dus, dat, dus ik, volgens mij komt er dan nog ook heel veel onderdrukking, vindt er plaats. Hè? Dus je hebt wel het mooie proces, maar daarna is er allerlei een soort van onderdrukking. Aan de andere kant zie je die hele vrije westerse seksualiteit, waar het overal maar kan en druk op de knop en het is er. En dit gaat echt over het pad van de vrijwillige begrenzing. Ja en het En, en, en oh, inderdaad dat, maar ook um, je seksualiteit ontdekken en leren beheersen. Ja? Want ja. Um, je zegt eigenlijk heel duidelijk van je, je hebt geen gemeenschap pas na zeven maanden. Uh, maar daartussen. Mag je het wel voelen en mag je er wel mee spelen? Zeker. En mag je wel dingen aangeven en ja. begrenzen en ja. elkaar leren kennen? Ja. Dus uh, dat is natuurlijk een hele andere benadering dan het mag er niet zijn. Ja. Nee. En onderdruk het maar, totdat je getrouwd bent. Nee. en Dan mag je precies. Het doen. Nee. En daar gaat het dus helemaal mis bij die onderdrukking. En het seks is vies en moeilijk en ingewikkeld. En binnen de Tao is het, en daarom ben ik echt enthousiast over de Tao, en ben ik ook echt Taoïstisch aan het trainen. Dat is eigenlijk een van de weinige spirit, noem het maar even spirituele stromingen. In ieder geval zoals Reinoud het onderwijs is, het seksuele gebied erbij te betrekken, de levenskracht die in ons allemaal zit, om die te gebruiken voor onze bewustzijnsontwikkeling, zeg maar. En daar wordt in bijna alle, alle religieuze seksualiteit. Hup, we doen hier ja. een, 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 een. zo, hè, we snijden naar beneden. Dit, dit doet niet mee en we zijn allemaal nee. bezig met God en, en daar. Terwijl je bent pas in balans als je ook je seksualiteit meeneemt. En, ja. daar, en dat kan ieder mens ontwikkelen en veilig trainen. Ja. Dus je kunt je eigen veiligheid trainen, en je eigen grenzen. Maar die, gaan leren. die is van essentieel belang. Zeker als je dit wil gaan ja. doen, dit werk ja. hier. Dus de bovenwereld noem ik ja. het even, de spirituele ja. wereld. Ja. Uh, als je daar uh, naartoe wil groeien, dus hoe hoger je gaat, hoe dieper je hier moet zakken. Ja. Dus ja, hoe ja, dieper precies. je in deze wereldse, ja. Ja. Uh, primitieve emoties Mag gaan zakken en die dus mag leren kennen en controleren. en, 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 en Beheers, dat, ik kan ja. zeggen beheers, controleren klinkt zo. Nou ja, en, en, en je kunt het seksualiteit noemen, ik doe het dan ook zelfliefde. Dus als je, als je de universele liefde wil ervaren, dan moet je feitelijk met beide benen op de grond staan. Gaan staan ja. En dat gaat over zelfliefde, dat gaat over uh, seksueel veilig zijn. En voor mij komen die dus nu samen in mijn eigen werk. Dan heb ik het altijd zelfliefde genoemd en in de Tao gaat het over de seksuele kung fu. En, en dat zorgt dat je gegrond bent, dat je geaard bent, dat, je het, dat, dat, het, dat het hier stevig is, begrensd, veilig. En vanuit die veiligheid kan ja. alles open. Want hoe dieper ja. je wordt als ja, je, hoofd, die je kan groeien in ja. Ja. ja, en het begint dus uiteindelijk wel met zelfliefde. En als je nou kijkt of, of ons dat geleerd wordt. Nou, kijk om je heen. Nee. Seksualiteit nee. wordt niet geleerd, maar zelfliefde nee. wordt ook niet geleerd. Nee, klopt. Geen idee. Daarom. Ja, daarom werk ik met vrouwen om dit, de basis is zelfliefde, om ze dat te leren. Want daar gaat het wat mij betreft om. Ja, ja. zelfliefde. Ja. Nou ja, als basis, hè, zelfliefde, samenliefde, universele liefde, dat maakt je als mens compleet. Maar zonder goede basis gaat het mis, het gaat in de samenliefde mis, het gaat in de universele mis, liefde mis. We raken los, we gaan gekke mensen volgen, we geloven dat we het daar kunnen vinden, terwijl het allemaal in onszelf zit. Mm. Nee, maar dat is wel die basis. De eerste drie chakras gewoon op orde hebben. Ja. ja. Helder. Dank je wel, Esmeralda. Ik vraag nog altijd aan mijn gasten laatste woorden. Wil je nog, wil je nog iets kwijt aan ons? Wil je nog iets meegeven? Nou, ja. Um, heel kijk, veel. Ja, we zijn nou, nog ja. maar net kijk, begonnen. Ja, ik, we kunnen hier nog. Uh, we kunnen ja, dat voel ik. Uh, ik voel dat er heel veel is. Maar misschien. Kun je We nog een kunnen... keertje terugkomen? Nou, heel graag. En dan misschien nog wat uitgebreider over liefde te, te praten, want uiteindelijk is liefde dat is wat ik zeg. Liefde is voor iedereen weggelegd. Je kunt kiezen altijd weer tussen liefde en angst. En als je leert kiezen wat liefde is, trouw worden aan jezelf, dan is er een magisch levenspad voor iedereen weggelegd. En dat is ja, wat ik ieder mens gun. Dus durf te kiezen voor liefde en mm. weet dat het ook voor jou is weggelegd. Mooi. En ja, je zegt, een magisch pad is voor je weggelegd als je ja. durft te kiezen voor liefde. Ja. Ik zie dat als een hemelspad. Ja, nou, dat is direct. Ik denk dat als je niet kiest voor liefde, je kiest voor angst, dan zit je op een helse pad. Ja, het is zo simpel. Hemel en hel ja. zijn, als je het mij vraagt, hier. Ja, hemel en hel zijn hier. En ja. de keuze die jij maakt, maakt of je een hel ervaart of de hemel. En ik ervaar inmiddels al een aantal jaren echt de hemel op aarde. En dan denk ik, ja, als ik het kan, dan kan iedereen dat. Dat is, yes. dat is geen hogere wiskunde. Dat is: durf je keuzes te maken. Durf je trouw te worden aan jezelf. Durf, durf je het innerlijke werk te doen. Durf je naar jezelf te kijken en durf je te kiezen. Keer op keer op keer. Mooi. Dank je wel. Heel waardevol ook voor mij. Ik heb veel dingen gehoord. Dat ik denk: van, oeh, dat resoneert. Ja, erkenbaar. <laughs> dus dank je wel dat je dit uh, met ons hebt gedeeld. Jij ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit allemaal is gevallen voor jou. Laat het even weten. Wat resoneerde? Wat kwam binnen? Wat niet? Laat het even weten in de comments. Stuur hem door naar mensen waarvan je denkt... die moeten het echt eventjes horen. En vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal. En helpen mag natuurlijk altijd, zodat ik deze gesprekken kan blijven voeren. Kijk even op mijn website, sennoordji.com. Slash doneren voor een financiële bijdrage. Maar ook als je andere ideeën hebt, tips voor gasten of onderwerpen, stuur het dan even door via contactpagina op mijn website, sennoordji.com. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.